Ook dit jaar is de Oranjerie in Remunt weer ram uitverkocht voor het Groot Limburgs Buitenkampioenschap. Weegheid Gilbert Petit uit Ulestrote de winnaar van vorig jaar opvolgen. Dames en heren! 7 buitenredeners stonden in de finale en wij vatten het kampioenschap van 2017 voor ook samen. Heel hartelijk welkom namens het LWKA-bestuur op deze 54ste buitenkampioenschap van Limburg. Ik ga nu aankondigen de eerste kandidaat van vanavond. En de jong de Kump uit Roggel. En dat is Ger Frenke. En Ger, de Brungelse buut, meteropnemer. Gouden horloge van de baas. 40 jaar meteropnemer. 250.000 keer aangebeld. En dan heb ik deze afgesleten vinger aan overgooien. Ik krijg nog een speech van de baas. Toen zit er de heer Frenke, na 40 jaar trouw dienst. Je hebt hard voor de zaak. We zijn nog hard voor dich. Maar we kunnen dich absoluut niet missen. Maar vanaf morgen wil je het toch gewoon proberen. Want ik was vanmorgen nog binnen Minsi hier in Mün. Toen zet er een meteropnemer, zet er, die hebben een wereldbaan. Ik zeg een omstreekje. Ik zeg, wat voor werk dus dich? Nee, zet er, ik ben afgekeurd, want ik heb een lui oog. Ik zeg, dan kunt ze toch even goed met kunnen werken? Nee, zet er, ik heb uitzendingen over meneer Lief. Maar ja, zet er, ik wek zelf groene stroom op. Ik zeg, wat krijg je ervoor? De kilo. Ja, zet er, 1,10 euro, de kilo. Ik zeg, wat? Kunt je zien zetten of de groene stroom uit de stopcontact komt? Ik zeg, dat kan ik zien. Nou zeg, ik steek 2 vingers in de stopcontact. Ik zeg, die hebben die schoen bezet. Want ik krijg 2,20 terug. Nou zeg, kom ik deze dag in Mosbrakbeek. Ik bel aan. Ja, dat was een bel met een stem. Ja, maar rustig aan, ik kom eraan. Kunt u zo'n mens aan de deur? Ik schat in 1,60 meter hoog. Een rood neusje. Stuur een heutje op. Ik zeg, je bent toch niet toevallig Pierre Knoops, hè? Kom maar achter mij aan. Laat gewoon. Ja, zet de meter van mij, de loopt terug. Want ik heb het hele dag voor zonnepanelen liggen, ramvolle. Maar daar zijn de Klaas niet blij met. Want er is nog een december met een schummel tussen de been. Zo hebben we een dag afgeroet. Ja, zet er, ik wil niks te verdienen, zet er, ik wil niks te verdienen, zet er, moest nog lin gaan. Hoe die veerverlichting dagen nog brandt. Wip Thomas naar binnen. Zo, we gaan direct weer met de tweede kandidaat en de jonkenboet IJsselstein. En dat is Jan Pijnenborg. En Jan brengt ons de buut, Jannie. Hi.
Ik ben Jannie. Ja, vroeger was ik een kel. Ja, zou je niet zeggen wat? Oh, en toen ik nog kel was, toen had ik al af en toe het gevoel dat ik in een verkeerd lichaam zat. Ja, ja, mijn ex noemde dat toen vreemdgaan. Oh, maar ik ben zo blij dat ik nou een vrouw ben. Ja, en het heeft eigenlijk altijd al in mij gezeten, dat vrouw zien dan. Nog voor mijn geboorte had ik het idee dat ik in een ander lichaam zat. En mijn geboorte, oh, wat moesten ze lang wachten. Ja, dat duurde en dat duurde. Ja, mijn vader dacht toen al dat ik een meisje zou worden. Toch hebben ze mij Jan genoemd. Maar ik heb vanaf het begin al gedacht, ik ben Jannie. Ik ben Jannie. Oh, en als moeder, hè, die twijfelde er ook heel erg aan of ik wel een jongske was. Oh, ik koos wel 24 uur per dag zaneke. En ik haal s'nachts altijd kalde vuur. En ik praatte heel veel, zonder iets te zeggen. Dus ik begon steeds meer te twijfelen of ik geen vrouw was. Ik kreeg er zelfs kop in van. En toen wist ik het. Ik was een vrouw in een mannenlichaam. Maar ik wou graag een vrouw worden in een vrouwenlichaam. Oh, en als je dan toch een vrouw wilt worden, dan wil je natuurlijk wel een hele knappe vrouw worden. Ja, ja, net zoals... net zoals... ook niet. Net zo... Oh, door. Ga eens even staan. Met dat brune truc. Ga eens even staan. Oh nee, ga maar weer zitten. En we gaan verder met onze derde kandidaat. En de jonge boet Mestreeg. En het is Robert Waldhouwer. En Robert, de brengt ons de buurt. Beer moet naar de bejaarde. Wat een geschravel om tot heen te komen. Ik heb me ook nog een tomtom op de rollator laten zetten. Maar bij iedere café zit die kloemel bestemming bereikt. Ja, dat heb ik van Frans Steunens gekregen. Maar ik ben blij dat ik weer eens ga jong volk zenuw. Even weg bij die oude vellen. 43 jaar was ik gelukkig getrouwd met mijn Maria. Sterf ze mij aan een simpel griepje. Ja, gelukkig niks ernstigs. Maar die heet dat vullen aankomen, joh. Want in het nachtkastje daar vond ik 3 envelopjes. En met 1000 euro voor de koffietafel. En met 2000 euro voor de begrafenis. En met 3000 euro voor een steen. Wie vindt je hem? Maar daar beginnen de zorgen. Toezorg, mantelzorg, kraamzorg. En of dat al niet genoeg was, kreeg ik in de gooikamer een keukentafelgesprek. Moest ik naar het bejaardenhuis. Terwijl ik nog hartstikke bij de tiet ben. Maar ja, de laatste dag dat ik thuis was, hebben mij van de eland ook een lichtbadavond gepakt. Langzaam laten vollopen.
Ik ben nog nooit zo zat geweest. Wie ik morgens wakker word, lag mijn broek in bed en ik ging over de stoel. Dezelfde dag moest ik ook nog gauw naar de begrafenis van mijn tandarts. Ja, dat was het laatste look wat thee vulde. Maar al met al een trieste dag om me in te geven. En voordat ik naar een bejaardenhuis kos, moest ik ook nog langs bij de dokter voor het onderzoek. En ik moest metnemen een stulke urine, een stulke ontlasting en een stulke sperma. Zei mijn kameraad Beer, doe de Grieks kostuum om, daar zit alles in. Even nu ook zo'n kostuum. En Beer vroeg een dokter, wie aait beste nu? Ik zeg 75, dokter. Ja, maar zit dat vorige maand was ze nog 79. Ik zeg, dat klopt. Kind ze zien wie snel in een mens achteruit kan gaan. Zien dan nog klachten? Ik zeg, ja, dokter. Ik zie slecht. En met de seks is het ook niet meer wat het geweest is. Hè. Schreef van me een bril voor. En voor de seks gaat van die pilkes. Die pilkes kreeg ik van het VGZ vergoed. Maar de bril moest ik zelf betalen. Het is toch niet te geloven, hè? Ik mag dus wel seks hebben, maar niet zien met wie. En we gaan weer met onze vierde kandidaat aan de Jonkenboet Remun. En dat is Fer Noos. En Fer, de brengt ons de put, de cruisekapitein. Putemarsch voor de cruisekapitein. Ik heb altijd al kapitein willen zijn, hè, van zo'n levensgroot cruiseschip. Ja, want ik kom uit een welvarende familie. Wat een noem voor mij. Robertson. Kent je wel, hè? Robertson Cruiseway. Nooit meer gezien. Hè. Ja, het gerucht dat hij schipbreuk heeft gelegen. Ja, dat hebben we bij ons in de familie toch even moeten laten bezinken. En mijn oom Columbus. Columbus! Jawel, die moet je kennen. Weet je wel, die van het ei van... Sint Joos. Ja, mijn opa zalig, mijn opa zalig. Dat kent je heel zeker, Captain Iglo. Ja, die is ons helaas ontvallen. Ja, die ligt nu verankerd. Zijn laatste woorden, help! Ik denk dat ik in een vis stik. En ik hou voor de allereerste cruise zo allemaal bekende Limburgse BL'ers uitgenodigd. Beppi, dat was zo speciaal uit Spanje overgekomen. Samen met zijn Pierre. Ke. Want hij wordt nog gratis en voor niks gezongen van de boot is nog zo lang. Hé, maar... Je hebt een vast en zeker ogen gehuurd van Beppie. En Beppie gaat schoon schip maken. Beppie en Pierre die hebben al 40 jaar besloten om te gaan scheien. Pierre duwt de papier en Beppie de lege flesje. Ja, Thij en Marij die worden ogen. Want ik zeg nou Marij, wie hebt zich dat Thij eigenlijk leren kennen? Ja, zitten die gwaas langs de Maas en wandelen. Ik fluit op de noind, maar Thij was sneller. Ja.
Special, hè? Een special guest? Oh, nog zo'n Duitse slager zijn goed genuurd, hè? Witte horen, zwarte zonnebril. Nooit op de rijen zet er, ik zing vanavond nu nog maar alleen op cruiseschepen. Ik zeg, Heino, waarom dat? Ja, zit er op een boot, dan kunnen de mensen tenminste dit weglopen, hè? We begonnen direct weer bij onze vijfde kandidaat. En de jongen, de kumboot Zwartbrook. En dat is Henry van Geneigen. En Henry, de Brungos debuut, Schoenmoeder. Oh nee, dan komt er weer zo een. Een opvlieger. Ik dacht dat een overgang het ergste was wat mij kon overkomen. Tot mijn dochter Sophie zei: Mam, ik heb verkering. Met een boeteleider. Jo, echt, met een broodbanger. Uit Helmond, Ricardo. Ik zeg Sophie toch niet zo ene van... Hoe doe je dat? Hoe heb je dat? Hoe heb je dat gedaan? Ik zeg verschrikkelijk. Waarom niet gewoon verkering met een nette Limburgse jong? Wie Eugène van de Bekker. Mam, zei ze, die geeft niks om mij. Ik zeg hem, waarom dan niet? Eugène is een warme bekker. Nee, dan de Ricardo. Met de eerste kennismaking staat er aan de deur. Netjes in pak. Trainingspak. Goeiedag, mijn naam is Ricardo. En ik heb een bloemke meegebracht, vrouwke. Kijk eens, een schone cactus. Past vast bij uw karakter. Ik zeg dankjewel, Ricardo. Maar is de Opel Manta van Dichje? Jazeker, schone wagen, of niet? Ik zeg, joh, nou, maar zet die frikadel toch maar even van de oprit af. Voordat ik meldingen op de buurtpreventie-app kreeg dat ze niet aan het inbreken zijn. Eenmaal binnen zeg ik, en dit is mijn mens Beer. En denk eraan, jongske, dat is hij de enigste met een dikke boeg en hoes. En dat blijft ook zo. Hoe maakt u eigenlijk maar geen zorg, vrouwke, want wij in Brabant zijn net als jullie gelovig en katholiek opgevuurd. En waarom ben sticht en in godsnaam geen pater geworden? Ergens in een missie. Ver weg van ons Sophie. Halleluja. Kom, 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 zei Beer. Geef die tortelduifjes toch een kans. Zeg, Beer. Liefde maakt blind. Jo, nou, zei er, vertel mij, gaat. Zo, en voor de volgende kandidaat gaan we naar Brunsum. En uit Brunsum komt Ton Lave. En Ton, dan brengt ons debuut in een oude boek. Mijn hoer
jongen mich naar de knoppen. Alle duven zullen mich voetje vlogen. En met mijn visje stond het water bis aan de lippen. Je nou, ik word dringend zo aan je neus. Hij steht door Silvio Berlusconi verbrunsen. Wat der 80-jarige Italiener deed met zijn geld, dan ik met mijn figuur. Oh, ik heb me een jong vriendin aangeschaft. 6 x 11 is nu getrouwd met 2 x 11. The beauty and the beast. Zonder aksen. Pas op, ik heb een schweierman die op breakdansen zit. Ik heb een schat leren kennen op ons schilderlees. Het Jasmina was ons topmodel. Ram, jij ben ik van een model schilderen. En mijn groot voorbeeld is de Rubens. Wanneer ik aan hem zijn schilderijen denk, dan vroeg ik me eens maar af, wie had daar Rubens eerlijk nog ziet vormen om te schilderen? Wie het Jasmina op een schilderles voor de eerste maal zijn badjas uitdoog, wauw, moet ik me vasthouden aan mijn pinsel. Ik dacht direct, morgen, wat zou ik dan hier jongverf op de muur aanvlakken en signeren? Al in de pauze van de eerste les wollte ik het Jasmina ziet mich sitzen. Ook al stond ik, hing de ezel. Het wordt 22 en al 2 x getrouwd weer. Jedes Mal met de verkeerde. Het is veel werk om te schilderen. Het Jasmina had overal tattoos. En het flüstert in mijn huurapparaat. Dat het heet hier mijn tattoos wil zien. Zo is nu zangen shop hier mich oog te lossen zetzen. Het Jasmina joof mich voor tattoo shop alweer een briefje met. Met daarop wat op mijn rug moet komen. Ik heb dat briefje verwisseld. Ik heb als boodschappenlijstje op de rug staan. Zo, we gaan door met de 7e kandidaat vanavond. En die kunt goed boksen. En goed boksen, dat kunt John van Bilzen. En John brengt ons debuut, de touringcarchauffeur. En zo toer ik ook in Nederland rondje. Je leest met het regenachtig slecht weer. Met een ganse bus vol met Babi Pangang door Limburg getoerd. En dan stapt er zich onderin in met zo'n mondkapje voor. Ik zeg nog eens dat misschien het inlegkruisje gaat de hoge moer gezakt. En die Chinezen, die keken zich de ogen uit. Die keken mij allemaal met zo'n spleethuisjes aan. Ik zeg, doe die dub met rust op, want de zon die zien zich toch niet in die ogen. Dan ruikt nog zo'n Chinees. Jullie lange mollen hebben hier. Ik zeg, man, dat zijn aspergesbedden. Kun je nog zo'n Chinees genomen heer zetten? Meneer de chauffeur, ik plassen in bus. Ik bekijk mich die eens te gooi. Ik denk als hij van honger net zo benijpen kijkt als van boven. Hè? Dan zijn ik die bui al hangen. Dan krijg ze meer dat Gardena gezondsproeier effect. Hè? Standje 11. En wem kan dan straks die bus weer liggen te dweilen?
Ik zeg nu Lolette, ik zeg Lolette verstopt. Ik Lolette zoeken, zegt ze. Ik zeg, toe geest niks zoeken. Ik zeg, toe geest toch fijn zitten. Klep dicht en niet liggen te zeiken. Nu heb ik die onnog allemaal de Limburgse primeur gegeven. Een broertje bever. Ja, en die laten die allemaal met lang tank te eten. Daar ben ik nog een volle tijger echte soep op beschoord. Rij ik zo de roertunnel in. Huur je niet achter in die bus outlet, outlet. Ik die ledverlichting goed gedaan. Ja, ik denk, die willen die echte soep in het donker opeten, hè. Oh, en ik riep nog, Pulke! En wie toen in de spiegel keek, hè. Ik meen je toch werkelijk dat Chinezen geel horen. Och, daar staan de jongens van de gemeente. Die hadden mij zo nog gevraagd om een busritje. Ik zeg, dat kan ik met die van de gemeente niet maken, want ik heb maar 11 minuten. En op de eerste plaats en Limburgs buitenkampioen 2017 met 96 punten is geworden Fernous de Kroes, kapitein. Ja, dat heb ze me al eerder gezegd. Dit is het einde van de wedstrijd, Buut. 3 keer winnen, stop ik ermee. Ja, 3 maal scheepsrecht, toch? En dat was mijn doel. En dat heb ik op korte tijd heb ik hem dat geflikt. En dat, ja, ik gewoon hoor, arme mensen altijd.